Carlijn Gijssen, het klassenverschil was groot tegen Gras, terwijl het toch Champions League is. Waar zat dat hem in? Zij zeiden dat ze vorig jaar onverwachts kampioen zijn geworden en er een beetje in zijn gerold. Voor ons was het natuurlijk wel gewoon een doelstelling om dit te halen. We hebben er de speelsters voor. In alles waren we gewoon beter vandaag. En dan heb je dan misschien in de Champions League gewoon iets meer geluk gehad in de loting dan vorig jaar, toen hier een ongelofelijke sterke Italiaanse tegenstander kwam, die derde werd uiteindelijk. De eerste ronde hadden we natuurlijk ook de Belgen, waar we van wonnen. Wat superleuke wedstrijden waren. En daarna hebben we Frankrijk nog gehad en daarna natuurlijk pas, daarna Italië, daarna Frankrijk. Dus, dan zit ik er toch even een ronde naast, maar goed. Dat maakt voor ons niet uit. Champions League is gewoon ervaring opdoen, mooie wedstrijden spelen. Het werd vorige week al vrij makkelijk. Ja, dat moet ik natuurlijk niet te hard zeggen, omdat jullie gewoon keihard werken natuurlijk. Maar vrij makkelijk 3-0. Nu nog makkelijker. Heeft zich dat ook nog wel verrast eigenlijk tegen deze tegenstander? We wisten natuurlijk helemaal niet wat we ervan konden verwachten. Maar vorige week ging zo makkelijk dat we... we waken natuurlijk wel voor onderschatting. We moeten wel echt ons eigen niveau neerzetten. Het is niet zo dat zij niet kunnen volleyballen. Je ziet in de derde set ook dat we, als we eventjes de teugels laten vieren, dat ze echt wel een paar mooie dingen doen. Maar wij hebben het niveau weggezet waardoor zij niet in hun spel konden komen. Het niveau was dus voldoende om hun op deze manier weg te zetten. Ja, wat kan er nog meer qua niveau? Dat gaan we zien. Volgende week is natuurlijk een tegenstander van een heel ander formaat waar internationals spelen. We hopen dat we daar ook in ieder geval ons eigen spel kunnen laten zien en het ze heel moeilijk kunnen maken. En wie weet wat er dan in zit. Want je mag vooraf al stellen dat zij toch een maatje groter zijn dan Gras. Sowieso dan Gras. Ik denk dat iedereen, of dat ze ook wel een maatje groter zijn dan wij. Wij hebben allemaal Nederlandse speelsters en zij hebben ook buitenlandse speelsters. Daar zit meer budget, ze trainen 2 keer per dag. Dus we verwachten dat ook Stuttgart voor ons een maatje te groot is. Maar we gaan daar in ieder geval onze huid duur verkopen. En als ik goed begreep, volgende week gelijk al hier thuis? Ja, klopt. Volgende week gelijk en de week daarop weer uit. En zaterdag is nog de competitie, dus we hebben wel een druk programma. Ja, is dat zwaar? Want daar wilde ik eigenlijk heen. Want normaal gesproken speel je af en toe een bekerwedstrijd en vooral de competitie. Ja. Maar dit komt er wel even mooi bij. Ja, klopt. Het is zeker zwaar. Het is echt wel een belasting, ook voor alles eromheen. Je moet veel regelen. Ik thuis in ieder geval met werk en 2 kindjes. Maar ook andere meiden die studie of werk hebben. We hebben het er allemaal voor over. En je ziet nu ook de sfeer die hier hangt rondom Champions League wedstrijden is gewoon super mooi. Dus dat wil je wel meemaken.